Hey kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe World of Tanks video. En vandaag ga ik voor jullie de Dual Brooks Wagen 2 reviewen. Dit is een Duitse Tier 4 Heavy Tank die geïntroduceerd is bij 8.8. En ja, by the way jongens, ik wil even zeggen, ik heb nu een ja, nieuwe uh, ja, garage of garage. Je ziet wel, het is iets met uh, Rusland en zo. Ik heb hem gedownload. Ik vind hem echt super vet. Alleen als jullie hem iets te donker vinden om uh, ja, de tanks te zien en alles. Dan laat het even achter in de comments en dan zal ik voor de volgende tank review. Een um, uh, ja, 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 die andere garage, die oude zeg maar. Zal ik weer gaan doen? En um, ja, laten we maar gewoon eens gaan beginnen met de review. Ik heb ook wat mods geïnstalleerd. Uh, je zult het allemaal wel merken. Er komt nog een video over hè, dat voor mods ik allemaal heb en zo. En um, ja. Dead zit eigenlijk. Maar goed, we gaan gewoon maar eens even reviewen. Eens even kijken naar de Doorbroekswaker 2. Zeg ik dus al: Duitse Tier 4 Heavy Tank. Ook uh, okay, heb ik geen premium account meer. Oeh, moet ik even kopen, weer zometeen. Nee, maar, um, uh, ja, het is dus de Duitse Tier 4 Heavy Tank. Wat ik al tien keer heb gezegd. Uh, ik zal je even laten zien hoe je nu de tank krijgt. Nou, hier zie je hem: Doorbroekswaker 2. Het is de enige Duitse Tier 4 Heavy Tank. Is maar überhaupt de enige Duitse Tier 4 Heavy Tank? Nee, de Fransen hebben er één. Even kijken, daar hebben de Chinezen er ook in. De Chinezen hebben er geen. Hoe staat het met de.? Nee, de Britten hebben er ook geen. Even kijken, Amerikanen dan. Nee, Amerikanen ook niet. Rusland. Uh, de, 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 de. Nee, Rusland ook niet dus. Alleen de uh, B1 en de Doelboerswakker 2 zijn tier 4 heavy tanks. En het is dus wel grappig, want ik weet niet hoe het met de uh, uh, B1 zit. Maar de Duitse tier 4 heavy tank, Doelboerswakker 2 dus. Die krijgt uh, uh, ja, matchmaking tot een tier 5. Dus hij komt niet in tier 6. Want nou ja, een normale tank die krijgt gewoon matchmaking uh, tot en met 2 uh, tiers boven zijn tier. Dus tier 4 tank krijgt tier 6 matchmaking, tier 7, tier... Uh, uh, nee, het Surf Tank kan niet in tier 9 komen. Ja, het kan wel. Nou, ik, niet, nou, ik weet het allemaal niet. Maar uh, volgens mij is het zoiets van als dat. In ieder geval, deze krijgt maar matchmaking tot aan tier 5. Meestal tier 4 trouwens. Dus dat is uh, super cool. Dat staat hier bovenaan, meestal. Maar uh, ja, ik zal eens even laten zien wat de Doorbroek allemaal heeft. Even kijken, daarvoor moeten we niet hierheen. Het is mijn eerste tank review, dus het kan allemaal een beetje raar gelopen. Nou, hij heeft 412 hitpoints. Wacht, ik zal hem even gaan vergelijken met de B1. Want dat is zeg maar het enige ding waarmee we nu überhaupt kunnen vergelijken. Even kijken, ik weet dat de B1 gewoon echt wel redelijk OP is. Nou, eens even kijken, hitpoints. Uh, de doelboekswagen heeft 420, de B1 380, dus dat is een plus voor de doelboekswagen. De doelboekswagen aan de andere hand is wel wat zwaarder: 30 ton tot 33 ton in plaats van 29 tot 33. Dus de Doelbroekeswagen is ietsje zwaarder. Maar dat verschilt ook niet echt. Doelbroekeswagen is sneller. heeft een 300 horsepower engine. Deze heeft maar 180. Doelbroekeswagen kan 35 km per uur. De B1 maar 28. De traverse speed is sneller. Dat is hoe hij achteruit rijdt, stuurt en zo. Dat is hier 32 bij. Nou ja, hier 26. Dat is gewoon kut praktisch. Nou, de armor is wel wat beter van de B1. In ieder geval de body armor: 60 voor, 60 zij. En 55 achter. Nou, nee, de Doelboeswagen heeft uh, 50 allround. Zelfs voor de Turret. De uh, Turret van de B1 is ja, wat minder gearmord. Maar dat denk ik, moet je maar eens kijken. Dat ding heeft gewoon geen Turret. Dus wil je hem daar raken, dan vind ik het echt heel knap. Ik denk dat je hem eerder hier bij dat kanon-dingetje moet raken. Maar het is niet de review van de B1. Dus. Um... Ja, maar het is absoluut niet slecht gearmored. Verre van dat zelfs. Even kijken. Dan hebben we, uh, nou, standaard Shell Damage en alles. Nou, dat, 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 dat is gewoon, gewoon, gewoon veel meer dan bij de B1. De standaard Shell Penetration is meer. Rate of Fire is... Uh, de B1 beter te beter. Dat verrast mij. Turn Traverse is de B1 ook beter. Oké, okay, Viewing Range... Gaat naar de doelboekswaker 2, signal range ook. Dus, al met al zal ik zeggen: koop de doelboekswaker 2 in plaats van de B1. En natuurlijk gaat de doelboekswaker 2 die gaat naar de VK 30.01H. En dan kun je vanaf dat punt kun je kiezen naar de VK 36.01H. Ja, het is dus 36.01H en de VK 30.02M. Nou ja, en die gaat naar de E50 en die gaat naar de E100. Dus als je naar de E100 wil, moet je voor de doelboekswakker 2 en naar de E100. Daar ga ik voor, want dat is gewoon een goede tank. Dus dan ga ik hier gewoon langs zo, la Dus uh, ja, binnenkort komt dus ook wel een review van dit ding. Ik weet alleen niet wanneer, naar nou, ik wil is dat er uh, ingereden zijn in dat ding. Zodat ik er in ieder geval wat boeiende zooi over kan, uh, kan vertellen. Nou, dan gaan we nog even uh, dit vergelijken met uh, de BE natuurlijk. Want ik wil nog even een paar dingetjes van die B1 weten. Even kijken. La uh, la 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 la. Even kijken. Oké. Okay. Hier. Yeah. Oké. Okay, dan gaan we even, even, even doelbroek, Dubruc, doelbroek, Dubruc, Even kijken. Nou, in ieder geval heeft dus ter uh, 3 kanonnen maximaal. En de doelbroekswagen die heeft, nou, ook ter 3, denk ik, kanonnen ofzo. Nee, de doelbroekswagen krijgt ter 4 kanonnen. Dus. Ik denk sowieso dat het kanon van de doelboek Zwaken 2 beter is. Ga ik even dat maximale uh, geüpgrade kanon even erbij pakken? Even kijken, dit ding even hier naartoe. Uh, verder kan ik die B1 weer niet zien. Even kijken. Uh, ja, ik heb dus zelf deze tanks gehad hier zo. Maar uh, ja, even kijken. Zo pakken we het maximale kanon erbij. Tja, 3 is dat, even kijken, graasje zo. Oké, okay, nou goed. Uh, dit uh, denk zit dus op de B1. Deze op de Doelbroekswagen. Nou, het kaliber is gewoon van de Doelboekzware kanon. Het is een Tier 4 kanon, maar ik wil sowieso even gaan vergelijken. Nou, de Tier, uh, tier 3 kanon heeft uh, een rate fire. De penetratie is van de Doelboekzware kanon natuurlijk veel beter. Uh, de KWK en de. Um, de, de, de SA37, dus even kijken. Even damage is beter. Accuracy is die SA37 wel wat beter mee. Aiming time is bij de Dualboogswagen 2 echt gewoon open lang. En nou ja, hij weegt maar 100 kilo. Dus ja, ik, ik weet niet echt welke ik boven welke ik zou gaan verkiezen. Deze is wel heel goed met de accuracy, aiming time. Uh, damage is ook wel redelijk. En de rate of fire. De rate of fire is best wel goed eigenlijk. Dualboogswagen is al goed. De Dit schiet nog sneller. Dus. Um... Ja, penetratie maakt niet zo heel veel uit. Nou ja, de, de, de penetratie van de doorbroekskanon, de LK... Of de, de, de LK, nee, de, K, de KWK, jezus. Is wel wat beter, alleen... Ja, nou ja, je merkt hier niet echt heel veel van, volgens mij. Tenminste, ik heb er nooit met de B ingereden, dus ik zal het niet weten. Maar in ieder geval, dit ding heeft wel... Ja, wat mindere penetratie dan dat ik had gehoopt. Maar in ieder geval, de doelboek heeft nog iets heel interessants. Want hij heeft niet één, ja, hij heeft twee kanonnen. En die wil ik wel even gaan vergelijken, want... Uh, die zijn best wel interessant. Nou ja, de uh, KWK, dat is dus die ik, die ik er nu op heb zitten, dat grotere kanon. Uh, dus groter kaliber, geeft een mindere rate of fire, geeft een mindere penetratie, maar geeft een veel grotere schade. Maar deze is dan weer accurater en de Eemikluim is hetzelfde en hij weegt minder. Waarom ben ik voor deze gegaan? Is om de damage. Ik vind deze eigenlijk ook wel fijn, 76 mm penetratie, of 67 bedoel ik. Dat, dat is beter dan dit, alleen dit doet geen damage. Maar dat haalt wel weer in bij de rate of fire. Dus ik vind deze persoonlijk denk ik wat verder de KWK. Uh, ik, 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 ik vind die L60, oh de L24, oh ja oké. Okay. Het zijn allebei KWK kanonnen dus, alleen uh, ja, dit is de L, L, L60 en dit is de L24. Ik zou zelf achterhand misschien, ja ik heb deze erop gehad... Maar ik heb nu ook deze erop gehad. En deze is eigenlijk best wel heel erg goed. Die is ook wel goed. Je moet gewoon zelf kijken wat je fijn vindt. Ik vind ze allebei heel fijn. Maar ik heb gewoon voor het maximale ik nog gekozen. Want nou ja, YOLO. Uh, even kijken. Nou, dan heeft hij een koepel en alles. Allemaal tier 4. Hij heeft een tier 6. Nee, tier 5 uh, radio. Uh, wa nee, wat? Is tier 9 dit? Ik dacht tier 6. Nee, dit is tier 9. Hij heeft een tier 9 radio. Holy Kut, waarom heeft hij daar een godsnaam? Oké, okay, dat is het schoon of power. Uh, die heb ik er niet op zitten. Nou, motor heb ik erop zitten. Even kijken. We gaan eens even kijken naar het power-to-weight ratio van dit ding. Eens even kijken. eh. Uh... staat dat? Waar staat dat? Waar staat dat? Waar staat dat? Specs, soul armor, turret armor, efforts, damage per shot. standard shell, penetration. shell. Oh, verdamme. Uh, waarom staat die hier Dat bij? Dat zou bij moeten staan als dus het goed is. Power-to-weight ratio. Wat is dat, dat hierbij dan? Waar, waar staat de power-to-raid ratio van dit ding? God, nou. Um. Geen idee, dat moet dat hier niet. Wat is dat dan? Diverse speed, expensive. Consumables. Oké, okay, heel raar. Volgens mij hebben ze dat weggehaald sinds 8.8, power-to-raid ratio. Het stond hier vroeger, nou, ik weet niet. Misschien ben ik ook gewoon schil. Nou, in ieder geval, doelbroekzwakken dus. Um... Ik vind die rupspannen van dat ding echt gewoon kut uitzien. Die ziet zie er echt gewoon kinderachtig uit. Ik denk wel dat ik voor de volgende review die oude garage weer ga doen. Want dit is wel een beetje, um, uh, uh, ja, echt donker. En het is ook een donkere tank. Bijvoorbeeld dit ding. Ja, oh ja. Dit zie je wel. Nee, maar bijvoorbeeld die, dit, 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 dit. Dit zie je ook amper. Het zijn gewoon hele donkere tanks, die Duitsers. Nou ja, in ieder geval, als je dit wat, dit kanon. Ik ga denk ik gewoon even voor de, voor de lolcats. Even dat oude kanon erop zetten. Of nou dat andere kanon. Want het is gewoon geniaal. Kijk, kijk, mount. Dan moet je even kijken, jongen. Jullie gaan nu heel wat lachen. DURP, echt gewoon. Dit is gewoon het DURP-kanon van het toolbox Ik vind dit echt gewoon. Nou, ik, ik ga er vandaag mee spelen. Oh ja, by the way, jongens. Ik heb gezien dat sommige. Uh, um, Wat of Tanks. Review mensen, Bohemian Eagle, uh, Quickie Baby, al die soort mensen. Die hebben allemaal replays, zeg maar, achteraf van de lullen dan Want ik ga dat niet doen, ik doe alles live. Dus het kan kut zijn, het kan goed zijn. Maar uh, ja, dan kan ik in ieder geval wel laten zien hoe je een beetje moet anticiperen bij dit ding. Nou ja, tier 5 uh, matchmaking, dat is uh, ja, wel poep. Maar um, ja, ik ga jullie, denk ik, twee potjes laten zien. En dan knip ik wel tussen de tijd. Wanneer we nog in de garage zitten en de doelboek waken, de Twee, dan die terug is. Nou, nee, in ieder geval, je kunt we wel beter zien. Je ziet wel, het is niet echt een, uh, ja, een moeders Maar ach ja, het, 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 het wil wel. Ik vind dat ding de M37. Uh, of, of, of even kijken, wat vind ik nog meer lelijk? Och, dat vind ik ook zo lelijk. ach panzerwagens. Oh, god. Ik weet niet wat Wargaming in het hoofd heeft gehaald. Met die, uh, met die wielen en met die rupsbanden. Maar ach ja, het zal wel. En in de Nederlandse vertaling is de doorbreekwagen. Dat vind ik nog zoiets. Even kijken naar nou, je ziet mijn MOS wel. Ik kan heel ver uitzoomen. En, uh, ik heb daarboven. Hier heb ik nu Hit staan. Ik heb nu zo'n ring om mijn tank heen. Ik heb nu uh, zeg maar geïnstalleerd dat ik. Bijvoorbeeld de mensen op de minimap precies wat voor tanks het allemaal zijn. En uh, ja, als er enemy tanks gespot zijn, dan zie je hun laatste positie. Totdat ze weer verdwijnen en alles. Dus het is allemaal wel, wel, wel super grappig. Jee, Panzer 4, hallo. Ja, vind ik wel leuk. Even kijken, waar ga ik heen? Ik ga hier denk ik heen. Want nou, ik wilde een heavy tank. Maar zo'n toeg die oud mij uh, met gemak. Want uh, dat ding heeft gewoon meer penetratie dan dat ik armor heb, dus ja. Eens even kijken. Echt, dat is gewoon je Mortal Enemy van deze tanks en ook gewoon T28. Die dingen, die Russische medium tanks, die zijn gewoon open met hun kanon. Die hebben een, 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 een gigantische penetratie. Jij doet ook wel damage, zoals daar niet van. Alleen, ze schieten volgens mij net zo snel als jou. Maar ze hebben meer damage en een betere penetratie. Dus ja. Maar gelukkig zitten hier nu van die tanks in. Maar ja, ik heb wel meer om uh, te vrezen nu. Zoals bijvoorbeeld die T1 Heavy, Churchills en zo. We hebben wel een KV1, dus de kans is wel groot dat we dit gaan winnen. Dus ja. Het is ook een arty match, dus ik moet ook oppassen voor Arties. Artilleries. Dus even kijken, oké, okay, daar hebben we de T249. Kan ik niet bij, helaas. Pindakaas. Even kijken. Uh, zo, gaan we even in het dorpje rijden? Want we hebben tenminste wat dekking. En als ik zover kan uitzoomen, dan kan ik wel mooi. Ah, oh, kijk, we hebben een type 34. Daarvoor moet ik oppassen. Daar moet ik, echt, daar moet ik echt heel erg voor oppassen. Dus ik wacht even tot de versterking is aangekomen. Die dingen die zijn echt opreden. Dus Ze van die Chinese Tier 5 Light. Oh nee, Light Medium Tanks. Hetzelfde als de T-34 van, uh, van Rusland. Alleen dan, ja, hetzelfde eigenlijk. Oh god, volgens mij heeft dat ding meegespot. Ik weet het niet. Ik heb seks. Ik, ik, sex... nee, ik heb niet. Het zesde is teug. Hij vraagt wel om. SOS, dus er is volgens mij niemand bij me in de buurt. Dat we een kijkje nemen. We vinden dus van die raden verdwenen? Wel, dus niet. Ik sta in ieder geval die veilig achter met dekking. Zo, kijk, de T14 is aangekomen en uh, daar hebben we ook een T34. En die wordt nou geraakt, die staat in de fik. Lekker dan, even kijken. We gaan proberen of we een schot kunnen openen op die T34. Ik hoop dat die T34... TV... Oh mijn jezus. Ik hoop schoten hier. Oh, kut, sorry. Oh god, er staat ook nog een doelboek, zwakke tweede boven. Heeeey, joh. Oh, yeah, by the way, er is echt een massive weak spot. Holy cut, Holy kuts. Er is echt een massive weak spot. Dat zijn de frontal glaciers. Echt die dingen die... Die zijn gewoon zo groot als koelkast. Even kijken, ik okay, heb even zo'n ding boven. Nee, daar kan ik niet bij. Ik... Nee, de wolverine. Kut, zo Echt, ik haat die tanks. Nee, dood, please. Nee. Kijk, dit bedoel ik dus. Het is gewoon echt. Ik, ik, ik heb gezegd dat ik voor dit ding moet oppassen. Nee, maar kijk, zie je? Het is gewoon. Gewoon niet te veel even kijken. We gaan even die T14 uh, even specteren. Ik ben even benieuwd hoe die te vooraf brengt hier. Dus even kijken, nou ja, je ziet wel, ik, ik, ja, ik ben geowned door die, uh, die SU-85 daar b 1. Die heeft niks gedaan. Doorboekzwaren 2 heeft mij ook veel gedamaged, En uh, dat ding heeft mij ja, dus afgemaakt, T-34. Oké, okay, ding heeft in ieder geval niet de T-34. Wat the fuck, wie heeft hem dat dag van wat? Waarschijnlijk die stoeg erachter. Oh god. Oké, okay, dit is wel spannend. Ik wil ik even dit, dit stukje zien, tot het niet dood gaat. Want, nou ja, het is een premium tank, T-14, Amerikaanse Tier 5 Heavy Premium tank. Dus ja. Even kijken. Eens kijken of die doelbroek zwakke 2 uh, tegen hem op kan. Volgens mij niet. De ding heeft echt gewoon veel betere armor. En het is ook een tier 5 heavy tank, hè? dus ja. Eens even kijken. Kijk, hey wat? Veel graag weer zo'n gunman. Oh mijn god, dat is best wel geraakt. Maar die Franto Glacier, die zijn praktisch bij iedere tank een weak spot. Want daar nou ja, zit de, 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 de shift-systeem, het schakelsysteem en meestal ook nog de... Um, de, de, de bestuurder. En dus ja, die kan gedamagd worden. En doodgaan En dan ben je flink fucked. En als je een. Um, ja, voorschakelmanisme hebt. Ik weet niet hoe je het precies noemt. Dan uh, kan je tank in de fk staan. En dan ben je helemaal lul. Dus ja, eens even kijken. Oké, okay, wel dat ga ik denk ik volgens mij dik verliezen. Maar goed, dit is een review van Doelbooswakker 2. Dus ik ga uit de battle. Uh, ik ga jullie zometeen weer zien. Als mijn Doelbooswakker 2 weer terug is. Dus uh, ik zie jullie zo. Oké, wel mensen. Welkom terug met Doelbroekswakker 2. Die is weer terug. Welkom terug met Doelbroekswakker 2. Is weer terug. Nee, maar in ieder geval, wij gaan maar weer eens even weer in een batteltje. Hopelijk is het vandaag wat beter, want ik wil jullie wat meer dingen laten zien. Kijk, dit is dus weer goede matchmaking. Ja, Tier 4. Die komt meestal bovenaan te staan dan dus. Eens even kijken. Oké, wel. Dit is echt weer zo'n M3-leaportje. Oh mijn god, gelukkig hebben we hun maar één Matilda. Want die dingen, daar kom ik niet doorheen. Zelfs niet met dat andere kanon met 100, mm, met 100 mm penetratie. Het zijn gewoon praktisch heavy tanks. Dat als, als, als ik één tank zou mogen kiezen die OP was in Tier 4, was de Matilda. Echt dat ding jongen. Oh, dat ding dat is zo overpowered. Maar goed, Siverkorks dus. En ja, ja, keer okay, je ziet wel platte frontal glaciers. Shooting gallery. Ding heeft niet echt veel weak spots. De Gunman, het is ook vooral groot. Dat is dat extra panzer wat bij de guns zit daarvoor. Kijk, je kunt het wel een beetje zien nu. Oh. Uh, zie je, het is wel redelijk dik hier dus ja oké okay, maar goed we gaan maar eens even kijken waar we naartoe gaan even kijken waar wil ik heen waar wil ik heen ik wil hier naar boven toe chuk 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 want hier zal het gevecht meestal plaatsvinden en wel iemand moet hier naar boven toe dus ja nou, je ziet wel heeft redelijk het gevecht en alles kijk die tanks T 20. Die dingen die pony's zo gemakkelijk. En datzelfde kanon wat op dat tank zit, zit ook, jawel, op de T-34. Ik weet niet wat er op de Type 34 zit. Dat is die Chinese tank. Alleen, ja, dat is dus hetzelfde kanon wat uh, veel Russische tanks gebruiken. En voor dat ding moet je voor oppassen. Iedere tank die dat kanon heeft, ja, uh, danger. Even kijken. Goed, we gaan hier naar boven toe. Tjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeket. Die wil me even een duwtje geven, alsjeblieft. Mijn tank is niet zo, uh, niet zo snel maar goed, nou ja, je ziet dus hier wel uh, de reden met zijn en dorpkanon heeft niet echt een uh, ja uh, weak spot van de commanders heeft. want heel veel tanks, vooral uh, de de wat de Matilda, uh, nee niet de Matilda, de um, M3 Lee. Oh mijn god, nou hebben we team damage hier zo. Mijn god, dat is dat blauwe wat je net zag in dat uh, veldhassel. Nee, maar dat um, die M3 Lee die heeft een enorme weak spot van uh, ja, hoe noem je dat? Van zijn commander's hatch. En daar zit dus de commander in. Als je commander dood is, dan heb je heel groot probleem. T40, Amerikaanse t 4 tank destroyer. Uitkijken. Of is het ding überhaupt Amerikaans? Ja, dat ding. Ja, dat was dat ding. Die komt voor de M3 Lee. Even kijken, met een beetje geluk. Komt die noob nu naar boven? Dan kan ik hem neerhalen. oh, dat is Artie. Oh, geen Artie. Wie schiet het dan zo enorm? Kogelgat. Oh, mijn god. Oh, jezus. Ik moet even die T40 in de gaten houden. Er staat een felle tuin aan. Ik ga even doormaken. Ja. Wat is dat voor iets? Waarom kom ik niet door de pants van hem? Met... Nou, kriddelkolonel. Ik denk dat in ieder geval zijn trek is als het goed is. En nu doe ik wel damage, hè. Wat? Oh, ben ik een dit kan me echt zien. Is gewoon. Het is een Matilda, what the fuck, het is een Tier 3 tank, Wat the fuck, echt serieus. Wat is dit voor logica, oh LTP, kijk die, kan ik wel penetreren, no problem. Learn to play, rutsjes, premium tank, kom hier jij. Allee, zo. Dat is de SUV staat gebeurd? Die ik niet zo aardig vind. Dat is nog een keer damage. Holy kut, is weer dat ding. Kom op, pak die kill. Kom op, jij. Nee, hij gaat erachter zitten. Kut, 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 kut. Even kijken hier naartoe. Zo, oké. Okay. Holy shit, man. Goed repositioning. Ik moet hier ergens mijzelf veilig stellen. Ik moet hierheen. Die TV er is nog lang uh, gejukt natuurlijk. Als die hier nog staat, met al die tanks hier, dan is die zo dom. Hier hierheen, hier heel snel. Oké, okay, kill staat er nog. Oh, hij doet. Oh, Auw, wat is dat voor iets? Waar staat die gek? En volgens OTT, 40 mij wel, GG. Nee, maar waar staat die dan? Waar moet dat ding staan dan, volgens de game? Even kijken, hij is schoot... goed. Oh. Ja, ik dacht dat die daar stond, maar hij schoot vanaf daar ergens. Kijk, ik ga die T28 even inspecteren. Zullen we dat ding wel eens even pakken? Als die hier. dan zou hij hier moeten staan. Anders ben ik gewoon half doodgemaakt door een hacker, want ik stond achter een steen. Kijk, hij wordt ook geoond. Het is gewoon die SU-85B. Kijk, daar staat hij. Oh my god. Ja, dat kan ik ook niet weten, hè? Hij ja, had ook zoiets van wat ervoor kunnen zeggen. Hij ging scouten en ja, toen was het ook gewoon GG. Maar goed, ik denk dat ik maar weer even ga wachten totdat mijn tank weer terug is. En dan spelen we het laatste padje van vandaag. En dan heb ik denk ik wel een goed inzicht gekregen wat Doelboekzaken 2 precies inhoudt. Uh, ik moet wel toegeven, ik ben net echt gewoon doodgaan door onzin. Dat soort dingen heb je met deze tank echt zo nooit. Gewoon dat, gewoon. Ik heb dit überhaupt nooit. Gewoon, er ging gewoon iemand compleet. Weet je wat, laat ook maar. Ik, 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 ik kan zeggen van ik had dit beter kunnen doen. Ik kan zeggen ik had dat beter kunnen doen. Ik had kunnen zeggen ik had gewoon überhaupt gewoon niet deze review moeten doen. Want ik faal gewoon in World of Thanks. Maar um, ja, doet er niks tegen. Ik kan goed gaan, ik kan slecht gaan. Ik heb potjes gehad waarmee ik drie kills met dit ding maak. Uh, ik heb dagen gehad waarmee ik geen kills maak. Het kan het, verschillen. Het, het, het. Maar goed, ik jullie zometeen weer bij het uh, laatste potje. Oké, okay, wel, ik ben weer terug voor het laatste potje van vandaag. En uh, ik ga even uh, je ja, andere knop van de doelboek erop zetten. Om uh, gewoon even te laten zien hoe die speelt. Even kijken. Amount. Oké. Okay. Uh, even kijken. We gaan eens dus even de details bekijken. Nou, je ziet wel, wel Sylvain Ik heb uh, wat spotting damage gedaan. Niet echt heel veel boeiende shizzle, dus hoef je niet naar te kijken. Maar uh, ja, Butthole. We gaan maar gewoon eens even kijken wat dit wordt vandaag. Oh, dit wordt interessant. Ensk. Ik ben echt goed op deze baan met de Doelbroekswagen. Probleem? Ja. Ze hebben ook een Doelbroekswagen en twee Matilda's. En een T28. En een Hetzers. En een H85B. En drie Artis. Dit gaat heel interessant worden. Kan zo doodgaan, kan toch winnen. Dit wordt echt fucking irritant. Oh, mijn god. Ze hebben gewoon al, al twee doelboekswagens zelf. Hun hebben er één en hun en, en hebben, hebben er drie. We hebben uh, twee heavy tanks, hun één. Uh, we hebben ook drie arties, We hebben ook meer tank destroyers. Hun oh hebben medium tanks. Maar ja, wat heb je medium tanks? Eigenlijk helemaal niks eigenlijk. Tenzij het uh, een goede medium tanks zijn. Even kijken, goed. Ik ga me even een beetje concentreren hier zo. Even kijken, we gaan hierheen door de straten van Ensk. En uh, ja, we gaan kijken of we kunnen winnen. En ja, de close quarter maps, Hemelsdorp, en. Uh, Wat hebben we nog meer? Lakeside. Al die stadsmapjes. Die zijn echt gewoon goed voor deze tank. Even kijken, oké, okay, we gaan in dit blok, denk ik. Oh god. Oh god. Nee. Nee, dat is nou één tank die ik niet wil tegenkomen. My god. Yes, LTP'tjes, M8 Stuart. Of M8A1. Dat is gewoon een kleine broer van de M uh, Stuart. Zou ik die LTP kunnen killen hier zo? Nou, nah, don't think so. Oh, wauw. Wow. <laughs> oh, die achter... e Oh, dat is mooi. Om nom, 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 nom. Even kijken, zo. Die gaan we hier even in zo. En nu gaan wij. Even hier mooi doorheen zo. Even kijken, die hetsen Die houdt zich wel rustig. Die SU-6. Kijk, het gaat al goed. Hier, even kijken. Die doe even aan de kant zo. Ik heb een panzer. Oké, okay, die moet even... Even kijken. Kom maar, jongen. Kom maar. Nee, hij gaat daar in. Holy shit. Wat wordt hier allemaal geschoten hier? Straat oversteken. Kijk, we hebben al acht kills. Ik heb één kill. Dit is heel mooi. Ik wist wel dat dit een goed padje ging worden. Oh, daar hebben we een... Oké, okay, daar reken... Kan die... Nee, die kan er niet aan. Ik moet hem even helpen, denk ik. Even kijken. Oké, okay, daar hebben we niks. met. vrees die headsers en alles. Oh, mijn god. Dan neem ik zo'n zeggen, mijn eentje op tegen hetsers en de meuk. Kijk, die Matilda Oké, okay, Die kan ik, denk ik, wel vanaf dit punt hier zo. Binnen 7. Dat is 70 damage. En. ge. wat? Oké, okay, waarom ben jij niet dood? Uitleg, dank je. Oh, je bent ook wel dood, mooi zo. Oh, 1 Hetzer hier, dat is handig. Kijk, ik heb twee kills. Kijk, M7 Priest, kan ik die raken? Kan ik die Priest raken? Nee, kan ik die Matilda raken? Waar zijn ze? Oh, staan er gewoon wat? Uh, Schijfje van de Hetzer. I'll take that. Kijken of we ze fik kunnen zetten. Oh die shit, ik moet echt uitkijken voor die Hetzers. We didn't their armor. Nee kijk, ik kom, nu door de panzer van die Hetzer heen. Echt, dat kanon, jongen, dat is het grootste downy ding van deze tank. Echt, dat is gewoon het downy ding. Kijk, nog even één schot en die is dood. On the glaciers. Kan we raken we aan On the glaciers. Kom, dan gaat dat door, man. WTF, waarom ga je niet dood? Echt genius, gewoon dit. Gaat dood. Echt, hè. Uh... Oh my god. Ik heb het hele ding tot dood doodgemaakt. Oh, we hebben gewonnen. Yay! <laughs> my god. Nou ja, first victory of the day. Dus dat is wel nice even kijken wel. Ik denk dat dit een goed potje was om drie van de, de Doerbroek zwakke 2 af te sluiten. Kijk, ik ben niet een Noob bijvoorbeeld tanks. Soms zit de matchmaking mij gewoon niet tegen. En je moet ook een goede tank hebben natuurlijk. En uh, ja, dus ik denk dat ik zal zeggen: kies uh, dit kanon. De. Wat is het? De L. De L. 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 Nee, dat is een Hetzer. Dan je nou bij. Even kijken. Kies gewoon de L60 en je bent gewoon goed, goed, goed om te gaan. Ik ga binnenkort een review maken van de VK30.01H. Uh, want die staat als het uh, volgende tankje op de lijst. Dus jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Like de video nog even als je van deze review hebt genoten. En als je meer reviews van tanks wilt hebben. Wil je zelf een tank aanvragen die ik ga reviewen? Laat het dan achter in de comments. Um, ik denk dat dit het wel was voor vandaag. Dus jongens, like de video, abonneer. Volg me even op Twitter, at ShadowGaves23. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.